De regering van China zegt dat de melkcrisis in het land voorbij is. Meer dan 60.000 baby's zijn ziek geworden en officieel zijn er 3 gestorven door melamine in de melk. De regering belooft nu de melkindustrie grondig te hervormen, maar dat kan voor veel boeren het einde betekenen, bericht onze correspondent in China, Tom van de Wegen. Sinds het melkschandaal is uitgebroken, ziet boer Chan zwarte sneeuw. De melkverzamelaar die vroeger de melk van zijn 4 koeien kwam ophalen en doorverkocht, is daar plots mee gestopt. De kwaliteit van de melk zou niet goed genoeg meer zijn. Door het wegvallen van de belangrijkste bron van inkomsten is de toekomst van heel wat boerenfamilies hier in de provincie Hebei onzeker geworden. Kwaliteit van de melk. Daar draait ook alles rond in deze moderne melkveehouderij enkele dorpen verderop. Hier maar liefst 2000 uit het buitenland geïmporteerde koeien. Eind volgend jaar 5000. Privé-eigenaars zijn er fier op dat ze hun eigen melaminevrije melk op de Chinese markt brengen. En dat onder de naam Wonder Milk. Vijf jaar geleden zijn deze boeren in het buitenland de mosterd gaan halen. Nu noemen ze zichzelf pioniers van de toekomst. Want dit melkschandaal zou volgens hen een gedroomde kans moeten zijn om de verziekte melkindustrie in China drastisch uit te kuisen. De Chinese overheid zegt lessen geleerd te hebben uit het hele melkschandaal en belooft de melkindustrie voortaan heel streng te controleren. Dat betekent dat moderne melkbedrijven zoals dit de norm worden. De kleine melkboer is gedoemd te verdwijnen. De